Hallo kerstvernieuwte, ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug met Super Crumbs. Vorige week ben ik hier gebleven en we gaan vandaag weer een aantal muren proberen te upgraden. En misschien dat we alvast een voorbereiding gaan maken om wat portals te gaan aanvallen. Dat is wel betekenen dat we natuurlijk heel wat mensen nodig gaan hebben. Dus ik denk dat het maar beter is dat ik gewoon die bakkerijen voor gewoon volledig ga gebruiken. Dat is misschien toch wel wat handiger. Oké, hier staan natuurlijk ook nog twee mensjes. Natuurlijk hebben deze ook wel wat coins, denk ik. Want zoals je kunt zien hebben we niet alle muren afgekregen naar ijzer. Maar de meeste die hebben we al wel. Dat is op zich wel fijn. Deze mannetjes moet ik eigenlijk eventjes naar knights en zo zien te maken. Want die hebben we natuurlijk ook nog steeds nodig. Ik ga gewoon even naar de linkerkant kijken of ze toevallig daar nog wat coins hebben. Oh ja, ik begrijp nog steeds niet dat die kattenbal naar de linkerkant toe gaat. Zo. Dat is ongeveer genoeg, denk ik. Maar dat betekent dat ze dus die twee protos, of twee katapulten hebben. Ja, ik begrijp het niet helemaal, maar aan de rechterkant wil ik in ieder geval alle portals sowieso eerst gaan slopen. Dus ik moet heel even kijken wat ik dan het beste kan doen. Of ja, misschien is hier nog wel een extra ballista bouwen nog geen slecht idee. En misschien aan de rechterkant bij die steen ook nog. Blijf dan gewoon een beetje continu upgraden. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Oké, die andere toren wordt ook mooi gebouwd. Eens even zien. Oké, dus die is bijna klaar. Deze zal er ook wel bijna klaar zijn, denk ik. Ja. Oké, dan moet ik eigenlijk nog wel gewoon een beetje coins hebben om die laatste upgrade te kunnen maken. Zo, die heeft ook wel een goed aantal hoeveelheid coins. Wat zijn met jullie nou eigenlijk? Oké, dat gaat nog wel. Even kijken hoor. Zo. Misschien moet ik hier ook alvast even wat
kontjes steken. Misschien nog even twee te kunnen recruiten aan de rechterkant. Oh, je hebt ook nog wat kans. Mooi. Misschien dat ik daar bij die verderop die. Nou, eigenlijk hoef ik aan deze kant niet zoveel meer te gebruiken. Waarom kan ik hier nog weer een katapult maken? Aan de linkerkant staan er ook nog twee. Ik weet niet helemaal de logica hiervan. Kan aan mij liggen. Dat is wel een beetje zuur. Dan moet ik dus die knight eerst kopen om die fucking ballista persoontje te kunnen regelen. Dat is wel een beetje scheid. Oké, eens kijken. Hebben ze hier nog een beetje coins om die ballistas even te kunnen betalen nu? Meer dan genoeg zijn. Inderdaad. Zo, hoppakee. Dan haal ik er nog wel even iets van twee boulders bij, denk ik. Ik denk dat ik het risico ga wagen om aan de rechterkant de potters te gaan aanvallen. Want dan denk ik dat ze aan de linkerkant dat die monsters dan komen. Zal in ieder geval wel heel fijn zijn. Deze moet je ook maar gauw eventjes bouwen. Ik vraag me eigenlijk af of dit kan. Hier je kan bouwen met een farm erbij. Nee. Maar ik moet hier natuurlijk nog wel even een minuutje bij hebben, want dat vind ik als wel zeker dat dat niet gaat redden.
ook nog een beetje geld, dat is wel mooi. Ga ik ondertussen alvast naar de rechterkant, want dan kunnen we eventjes... misschien nog wat boogmannetjes even recruiten en dan de aanval kunnen gaan regelen. Ik wil er voor vandaag misschien eentje gaan proberen. Is misschien wel een verstandig idee. Nee. Dus ik moet die Knights de coins geven, maar die fucking aardjes die pakken Milton op. Oh, ik heb prima maar twee arts. Of twee knights. Ik dacht dat ik er meer had. Ik weet ook niet precies of nou de linkerkant Cliff Potter heeft of de rechterkant. Maar hier zit in ieder geval de portal. Voor de zekerheid maak ik hier nog wel even een katapult. Zo. Ja, mochten we dan aan de linkerkant of aan de rechterkant aangevuld worden, dan hebben we tenminste nog wel voor de zekerheid wat. Die is kapot. Ik ga echt vanuit dat hij van links komt. Oh, je staat gewoon echt gewoon twee katapulten. Ja, ik denk dat hier... Ja.
Ik had het wel goed dat het aan deze kant kwam. Zo, dat zijn we dus nog wat. Ze zijn al dood. Schiet er meer. Yes. Dat ging eigenlijk wel verrassend goed. We zijn eigenlijk helemaal niks verloren. Ik beter dan verwacht. Maar ik ga nu in ieder geval deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat ik vond. Geef een like op mijn kanaal. En zie ik volgende keer weer. Later.